Marinus, vrijdagavond je eerste wedstrijd als coach zijn, als hoofdcoach zijn van NAC tegen FC Os. Ja, ik kan me voorstellen dat je het belangrijk vindt om te winnen. Niet alleen om de punten, maar ook om meteen een goede beurt te maken. Ja, uiteraard. Sowieso. De fase waar NAC in zit, moet je zorgen dat je bijblijft en wint. Maar zeker ja, voor je debuut is altijd, altijd weer even wat extra spanning en druk op. Maar dan, dan wil je heel graag winnen. Dat is altijd. NAC heeft de laatste twee wedstrijden gewonnen. Dus dat is ook wel denk ik een mooie uitgangspositie om naar Os af te reizen. Ja, nee, dat klopt. Ik was wel heel blij met de overwinning van vrijdag. Want dat maakt het gewoon een stuk makkelijker binnenkomen. Dat is duidelijk. Ik bedoel, ik moet zeggen, ik heb ook een goede sfeer aangetroffen deze week in de groep. Bereidwillige groep. Die hard werken op het moment. Dus ja, het is me uitstekend bevallen de eerste week. Zijn er nou dingen waarvan je zegt van, ja, die ga ik al veranderen? Nee, nog niet. Ik bedoel, dit is wel mijn vierde dag. Dus ik heb wel wat leiding gepakt, zeker aan het eind van na de wedstrijd toe. Met gisteren de tactische training. En nou ja, vandaag hebben Erik en Rob ook weer een en ander gedaan. Dat is logisch. Ook zeker in de rol die ze afgelopen weken hebben vervuld. Dus nou ja, twee keer gewonnen. Dus dan eigenlijk niet naar veel veranderingen. Zeker niet na vier dagen. Dat zou een beetje onlogisch zijn. Dus de trend, NAC speelt de laatste weken met de punten achter. Hier zet je voorlopig eventjes voort. Ja, zo gaan we morgen ook spelen inderdaad. Ja. En daarna hebben we drie weken waar we pas de volgende wedstrijd Den Bosch krijgen. Daar ben ik zelf van de week even geweest, Almere Den Bosch, om een beeld te krijgen. Ja, dan hebben we dingen om anders te doen of oefenen. Als het nodig is, dat zullen we dan zien. Lijkt me prettig, hè? Na deze wedstrijd tegen FC Os heeft NAC een periode, voetballoze periode van nou ja, pak een beetje 2,5 week. Ja, dan kan je denk ik het elftal naar je hand gaan zetten. Ja, klopt. Voor mij is dat heel prettig. Misschien voor de jongens wat minder, omdat ze dan je wil graag spelen. Dus dat is best een lange periode en dat is best vreemd. Zo midden in het seizoen natuurlijk. Maar ja, dat valt precies met de vrije weekend dat we al hebben. Daarna met oneven aantal. Maar voor mij is het ideaal moment om wat accenten te leggen waar ik voor sta. Dus nee, is perfect. Dat accent waar je zelf voor staat, kan het ook weer zijn dat NAC met de punt naar voren gaat spelen? Ja, dat kan. Dat doe ik nog. Ik ben er wel een voorstander van. Maar nu staat het hartstikke goed. Dus daar verander ik nu niet. Maar we hebben ook mensen die op 10 heel goed kunnen spelen. Dus dat zou best wel een mogelijkheid zijn. En sowieso voor plan B is het altijd mogelijk. Ook naar morgen toe. Kevin Brandt zit nu op de bank. Dus we hebben altijd een goed plan B nu ook achter de hand. Een hele goede speler. Maar als je dan vier dagen binnen bent en je hebt twee overwinningen, dan vindt hij niet dat je dingen al gelijk moet veranderen. En dan is het heel prettig om zo iemand achter de hand te hebben. Kijk, dat is voor hem minder leuk. Maar ja, dat hoort er soms ook bij. Je hebt veel met jongens gesproken afgelopen week. Ja, wat is de indruk? Hoe staat de groep ervoor? Nou, ze zijn leergierig. Ze denken ook wel mee. Van de week met bespreking gelijk een paar goede vragen werden gesteld. Dus dat was ook prettig. Ja, en hierna doe ik even één op één gesprekjes om de spelers wat te leren kennen. We bewegen me wat door de groep heen om een beetje de sfeer aan te voelen en mezelf een beetje te mengen. En ook laagdrempig te zijn. En, ja, dat bevalt me wel tot nu toe.